De Samsung Galaxy S7 is net gepresenteerd en nu mag iedereen hem uitproberen. En ergens hier staan, daar staan ze. Erwin en Daniel ook. Jongens, hebben jullie ze al mogen aanraken? Je ziet heel goed de vingerafdrukken. En? Nou, wat ze bij Apple doen ze dat ook wel een beetje. Het ene jaar introduceren ze echt een heel nieuw model. En het jaar erop dan gaan ze het verfijnen. Dat is bij Samsung denk ik ook aan de hand nu. De S6 was eigenlijk de vernieuwer, ook met die Edge, dat zustermodel. En nu met de S7 en S7 Edge. Ja, de camera is iets platter. En het is vooral een verfijning en verbetering, maar niet een hele nieuwe vormfactor. Wat vind jij er vandaan? Nou, allereerst, ze zijn echt heel erg lekker licht en dun. Ze voelen echt goed in de hand. En wat vooral fijn is, is dat hij gewoon waterdicht is. Dus je kan hem even in het water laten vallen. Gebeurt vaak genoeg bij de wc. En dat is toch wel echt heel erg fijn dat het bij Samsung nu eindelijk ook kan. Na Sony ook eerder. Oké, zitten er killer features op waarom je je S6 zou moeten inruilen voor een S7? Nee, dat eigenlijk voor ons nog niet. Hij ziet er vooral erg hetzelfde uit. En ik denk dat mensen ook best wel vervelend vinden. Dat merk je ook bij de nieuwe iPhone. Je ziet niet echt wanneer die nou nieuw is. En dat gaan mensen best wel vervelend vinden. Je merkt toch wel dat de grootste innovatie vaak van design komt. En daar valt het nog een beetje tegen op dit moment. Het is ergens, vind ik ook niet meer van deze tijd om te verwachten. Weet je, dat er soort elk jaar een heel nieuw idee wordt bedacht. Daar zijn we gewoon niet meer op dat punt. Het is allemaal verfijning. De camera is ook weer verbeterd hier. Hij is ook wat platter, steekt wat minder uit. Het zit hem allemaal wat meer in kleine dingen, ja. Wat wel leuk vind ik inderdaad is ook, en we zien dat ook bij andere merken, ze zijn het aantal accessoires rondom dit centrale gadget aan het uitbreiden. Samsung heeft natuurlijk al echt veel meters gemaakt met de Gear VR. Dat was ook echt wel een reality bril. Ja, eigenlijk een gamechanger vind ik in die zin. Er komt nu een camera bij waarmee je 360 kan opnemen. Die gaan we daar zo nog wel even checken. Dan. Ja. Nou, je krijgt die dus ook gratis zo'n Gear VR bij. Dus daar willen ze echt wel groots op inzetten. Ja, daar willen ze heel groot op inzetten. Dat willen ze vooral doen omdat ze denken dat VR de toekomst is. Facebook zit er ook volop in te gaan. En die schermen nu op dit moment zijn zo goed dat je ze voor je ogen kan houden. En dat je er echt een hele mooie virtuele ruimte mee ziet. Dus het is heel logisch dat Samsung daar nu volop gaat zetten. Zoals eigenlijk alle merken op dit moment doen. Oké, nou dat is zover een eerste indruk van Erwin en Daniel. Binnenkort een echte review, toch? Ja, heel snel. Als ik iets mag doen, dan moet ik het zeggen.